als je het niet bewust pakt, ja, niet ergens staat, ja, dan word je meegevoerd door andersoortige denkwijzen. En even later weet je niet meer waar je het over hebt gehad, dan alleen maar een ervaring. Nee, dat is toch jammer? Maar dus we zijn het eens, hè, dat we dit dan het liefst ook wetenschappelijk willen onderbouwen. Ah. Zodat, en dan maken we technieken ervan die gewoon op papier staan, in boerentaal. Ja. Zodat iedereen begrijpt, hey, krijg je... We gaan jouw DNA helemaal uitkiezen. Ja, het is prima. Dan geef ik opdracht toe. Voor de film. Ja, ik weet dat jij dat kan. Als research. Dat kan jij. Dat kan jij. Wellicht is dat ook nodig, Wim, om dan de ruimte te gaan. Ja. Als nieuwe ontdekkers. Ja, maar daarvoor ga ik met Wubbo Ockhoff. Ja. En Wubbo, ik weet dat precies. Ik heb zijn documentaire gezien. Hij heeft het over tijd. Dat is de nieuwe grens. Wij zitten in dat tijdsdenken. En dat denken moet ook weer anders worden. Dat moet naar tijdloosheid. Ja, wat is dat? Wat is dat? Ik weet het. En wij gaan het erover hebben. Nou, en dan gaan we debatteren. Zullen Wubbo Ockhoff daar misschien vragen? Misschien is hij ook bij TEDx. Ja, hij is dat toch? Dan gaan we hem benaderen en dan gaan we daar eens... Nee, hij is gewoon een geschikte kerel en hij is gewoon, lekker praten met elkaar. Dat vindt hij hier geweldig. En als hij de ontdekking voelt en ik weet waar ik hem op kan raken, dan gaat hij voelen van, ja, waar heb je het over? Waar heb je het over? Zo. Dan gaat dat wezen. Ik heb ik laatst gesproken. Ik vroeg hem, meneer, ik wil dus even met u praten, omdat ik heb de IJsman ontmoet. Wim Hof, we gaan een film samen maken. Oh, die stuntman. Nou ja, hier. Ja, ik zie daar twee S'en. Hè? Ja. Niet van de SS Tweede Wereldoorlog, maar stuntman. Maar hij zelf is ook een stuntman. Ja, ja, als je de ruimte in gaat, dan ben je stuntman, precies, man. Toen zei hij tegen mij van, ja, hij kijkt een beetje zo kat in de boom, als het maar echt is.